Jong geleerd is oud gedaan. Is wat ik dacht toen ik in het NRC las dat Nederlandse kinderen Europees kampioen stil zitten zijn. Jong geleerd is oud gedaan. Volgens het VWS is het aantal spelende uren van kinderen afgenomen in de laatste decennia van 15.000 tot 1700. Een afname van bijna 90%. Dat zet die titel wel even in een ander licht. Jong geleerd is oud gedaan. En het ontgaat ook niet iedereen. Dat wij meer moeten sporten en meer moeten bewegen is een populaire leus. De vraag is alleen of sporten dit probleem op kan lossen. Of al deze uren die verloren zijn gegaan in de sport zitten. Volgens Alles Over Sport is 78% van de kinderen lid van een sportvereniging. En 65% sport minstens één keer per week. Maar als het daar niet zit, waar zit het dan wel? Het antwoord is bedrieglijk simpel. In het vrije spel. De momenten dat kinderen even niet iets moeten, maar mogen. Dat er geen volwassenen zijn, geen protocollen, geen regels en geen voorschriften waar zij zich aan moeten houden. Want ze leren het natuurlijk van de beste. Van ons, de volwassenen, de grote kinderen. Wij zitten met z'n allen letterlijk in een beweegcrisis. Jong geleerd is oud gedaan. En daar strijden wij met Sportefeet elke dag weer voor. Wij hebben geen oplossing, wel een visie. En die visie die is gebaseerd op drie pijlers. De eerste pijler is geliefd. Bij ons is iedereen welkom. Jij mag er zijn om wie jij bent. Wij zien jou niet om wie jij kan worden, maar om wie jij nu bent. De tweede pijler is veilig. Bij ons ben je veilig. Dit betekent niet dat je nooit zult vallen. Sterker, in sommige gevallen stimuleren wij het zelf. Bij ons betekent veiligheid dat jij weer op durft te staan. Dat je het avontuur aan durft te gaan, omdat je je veilig voelt. De derde pijler is vertrouwen. Wij vertrouwen de ander en onszelf. Wij vertrouwen elkaar. En omdat wij op basis van vertrouwen werken, kunnen wij als professional vaak een stapje terug doen in het proces. Om de ruimte weer terug te geven aan het kind. Kleiner groeien. En vanuit die visie en die pijlers werken wij aan onze droom, aan ons doel. Van Amersfoort de eerste en mooiste speelstad van Nederland maken. In onze trein zitten al 25.000 kleine fanatieke speelfanaten. Wij nodigen u allemaal uit om mee te gaan op onze reis. De trein die staat er, de conducteur blaast op het fluitje en wij gaan vertrekken. De vraag die aan u rest, stapt u in.